jaartje uit, zo om de zoveel weken. Ik heb er dagenlang weer zo naar uitgekeken. Mijn mooiste jasje aan, mijn broek zit in de plooi. Wat trek je zo aan die Almelo Allee? Omdat het hartstikke leuk is, omdat het dicht bij huis is. En je krijgt je medewerkers ook aan het lopen. En een aantal gasten natuurlijk die hier komen en ook af en toe lopen en die wilden wel meedoen. Hebben jullie als Hoko's natuurlijk al wel enige ervaring met lopen? Want ik herinner mij de deelname aan bijvoorbeeld de New York Marathon. Ja, klopt. Alleen dat was een stukje verder. Dus, dit keer is het wel leuk om het in Almelo te houden. Ja, het is een fantastisch natuurgebied natuurlijk. Net buiten de stad eigenlijk, of eigenlijk in de stad. En dat is wel hartstikke leuk. En de rust daar, dat is geweldig. Nou, we hebben ervaring met 42 kilometer, dus laat maar komen die 10 kilometer of die 5 kilometer. Dat is hartstikke leuk. Zijn jullie nog te kloppen dan? Jawel. Maar wij zijn winnaars als Jan meedoet. Gaan jullie je heel specifiek voorbereiden? Weet ik nog niet. Ik denk het wel. Het hangt er vanaf. Ik doe mee met het team wat New York gelopen heeft. Die 8 personen. Waar mijn zusje ook bij zit. En met andere bedrijven van onze Creta gaan we ook met personeel doen. Dus dat is wel leuk. Je kent natuurlijk alle concurrenten, collega's. Wie is er nou voor jou eigenlijk de man die je wilt kloppen? Ja, eigenlijk Ruud de Jong van de Shamrock. Dus die heb ik al een paar keer geklopt met tennissen natuurlijk. En het zou leuk zijn als wij hem kunnen kloppen. Het zou wel mooi voor jou zijn, minder voor Ruud. Ja, uiteindelijk drinken we toch samen een biertje, dus dat is wel leuk. Nou, ik zou zeggen, challenge accepted, Gabriel. We zullen jou eens even flink laten zien de achterkant van mijn rug. Nou, we hebben ervaring met 42 kilometer, dus laat maar komen die 10 kilometer of die 5 kilometer. Ja, maar hij is dan een oude man, hè. Ik denk dat ik dat wel... Ik heet De Jong, dus ik ben veel jonger. En ik loop hem er hartstikke uit, denk ik.